De afgelopen dagen liet de herfst zich eventjes van een andere kant zien. Een vrij grijs en druilerig weertype. Maar voor de start van deze 30-daagse verwachting wordt een flinke temperatuurstijging verwacht. Dus misschien dat we volgende week wel zonder jas buiten kunnen lopen. Maar het is even de vraag of we daarbij ook een zonnetje gaan zien. Of we een kleine Indian summer krijgen. Of dat dat wisselvallige weertype nog eventjes stand weet te houden. Die temperatuurstijging valt te linken aan de luchtdrukverdeling volgende week. En dan hebben we het over 17 tot 24 oktober. En dan valt op dat in de berekeningen van het Europese weermodel ten zuidwesten van ons land een vrij duidelijk signaal komt voor lage drukinvloeden. Er zijn verschillende andere weermodellen die daarin meegaan en die verschillende lage drukgebieden in deze omgeving laten ontstaan, die vervolgens koers zetten richting het noordoosten en dus ook vlakbij ons land in de buurt komen. En wat er gepaard gaat met die lage drukgebieden is een zuidelijke stroming. En met deze koers wordt daardoor ook flink wat warmte vanuit het zuiden van Europa meegenomen. En dat is ook heel mooi terug te zien in de temperatuurverwachting voor volgende week. We zien echt die strook met warmte vanuit het zuiden zich uitstrekken over een groot deel van het noordwesten van Europa. Zelfs helemaal tot aan Duitsland en Polen zien we die bovengemiddelde temperaturen. 3 tot 6 graden boven het klimatologisch gemiddelde. En zo halverwege oktober hebben we het over 13 of 14 graden. Dus in het meest extreme scenario, als er 6 graden bovenop komt, dan heb je het over temperaturen die zo om en nabij de 20 graden uitkomen. En ook de week daarna, 24 tot 31 oktober, worden er nog bovengemiddelde temperaturen berekend. Die Spaanse pluim, echt die strook met warmte, is dan wel iets minder uitgesproken. De afwijking is ook iets kleiner met 1 tot 3 graden. Maar dat geeft wel aan dat dat hele zachte weer nog wel eventjes bepalend gaat blijven voor ons weerbeeld. Daarbij komt wel ook de nodige onzekerheid kijken, want de koers van die lage drukgebieden is daarbij ook heel bepalend. Hoe sterk gaat die zuidelijke stroming worden en zijn er nog andere weersfactoren die roet in het eten kunnen gooien? Wat vooral opvallend is, is dat de meeste warmte op korte termijn voor de maandag wordt berekend. Dit is de temperatuurpluim voor het midden van het land. Daar zien we wel die waarden zo rond de 20 graden uitkomen. Maar wat verderop, in de loop van volgende week, zien we dat de spreiding in de pluim behoorlijk toeneemt. En dat het verschil tussen het warmste scenario, waar die hier richting 20 graden gaat, maar ook het koudste scenario, die maar net iets boven 10 graden uitkomt, dus behoorlijk groot is. En ook verderop in de pluim zien we wel dat die spreiding en dus die onzekerheid vrij groot blijft. Dus het is nog niet in beton gegoten dat we daadwerkelijk die 20 graden gaan aantikken, maar er is dus wel een signaal dat er warme lucht bij ons in de buurt kan komen. Nou, die temperaturen zijn dus vrij hoog, maar of er dan echt sprake is van een Indian summer, dan heb ik bij deze weerkaart misschien toch wel het teleurstellende antwoord dat het behoorlijk wisselvallig blijft. Veel bewolking en buien en met die lage drukgebieden trekken ook geregeld fronten over ons land. Koufronten, warmtefronten zijn gebieden met meer bewolking en neerslag. En volgende week is het dan ook wat natter dan gemiddeld in onze omgeving. Dus er zullen echt wel wat dagdelen bij zijn dat er enkele buien vallen of dat het een tijd aan ingesloten regent. En ook voor de tweede week, als die lage drukinvloeden in onze omgeving dominant blijven, wordt ook voor de tweede week een wat natter weertype berekend. Op de langere termijn stabiliseert het weer dan een beetje. Dit is de luchtdrukverdeling voor 7 tot 14 november. En dan zien we hier ten noordwesten van ons een signaal tevoorschijn komen voor een hogere luchtdruk. En op het moment dat hier als zich hier een hoge drukgebied gaat nestelen, dan hebben we juist een stroming met de klok mee. En dan komt er bij ons ineens een noordelijke of noordwestelijke windrichting op gang. En in de poolgebieden begint het in november ook al steeds verder af te koelen. En dat betekent dat er met die noordelijke windrichting ook wel wat koude lucht naar ons land kan afzakken. En ook boven de Noordzee dat er dan hardnekkige wolkenvelden kunnen ontstaan. Dus echt van een volop zonnig weerbeeld zal er in dat geval geen sprake zijn. En ook voor die laatste week van november wordt een overwegend hoge luchtdruk in deze omgeving berekend.
Dan nog eventjes samenvatten. Die eerste twee weken van die 30-daagse periode is het bijzonder zacht. Maar door die lage drukgebieden wel behoorlijk wisselvallig, kan er van tijd tot tijd wat regen of een bui vallen. Verderop in de periode komen er meer hoge drukinvloeden. Maar als daar een noordwestelijke of een noordelijke windrichting bij op gang komt, dan stijgt wel de kans op mist en lage wolken.